In een recente aflevering van haar podcast The Juice Show deelt Yvonne Koldewijer haar mening over Jort Kelder's recente onthulling dat zijn kakkerige accent eigenlijk aangeleerd is. Ze benadrukt dat dit een aspect is waar Jort liever niet mee geconfronteerd wordt en verwijst naar een eerder ongemakkelijk radio-interview en een tv-moment waarin hij hierover geïrriteerd raakte. Yvonne's kritiek draait om de vraag naar Jorts authenticiteit. Ze deelt het idee dat zijn accent en aristocratische stijl bijdragen aan zijn imago, maar stelt zich nu vragen bij de echtheid ervan. Haar kritische opmerkingen worden ondersteund door de opvatting van Jaap Kooijman, een mediastudies-expert aan de UvA. Hij benadrukt dat authenticiteit niet intrinsiek is aan mediapersoonlijkheden, maar eerder iets is wat het publiek aan hen toekent. Als het publiek Jort als authentiek ervaart, wordt hij dat in hun perceptie, ongeacht zijn daadwerkelijke achtergrond. Yvonne en Conceo-tweede-host Mark Koster voeren een gesprek over de vraag of Jorts onthulling zijn authenticiteit aantast. Mark benadrukt dat Jort zelf dit onderwerp liever vermijdt, wat suggereert dat het voor hem belangrijk is. Hierop reageert Jaap met het idee dat Jorts persoonlijke motivaties en overwegingen niet eenvoudig te doorgronden zijn en dat deze discussie zich meer in het domein van culturele fenomenen en media afspeelt dan in de persoonlijke sfeer. Al met al werpt Yvonne's kritiek en het gesprek in de podcast licht op het complexe concept van mediapersoonlijkheden en hun authenticiteit en hoe dit beeld wordt gevormd en geïnterpreteerd door zowel henzelf als het publiek.